Misschien lekker een weekje naar de oom. Dan moest hij inderdaad gewoon naar Utrecht toe. Dan moest hij in persoon naar de bank toe. Hij zegt, er is iets ergens gebeurd volgens mij met Roos. Ik zeg, wat dan? Toen om 10:30, 10:15, toen gebeurde het allemaal. Goedemiddag, een extra editie van Hart van Nederland in verband met de schietpartij in Utrecht. We understand several people have been injured. Now say three people have been killed. Heeft het alle kenmerken van een terroristische aanslag. Ja, en toen heeft hij gewoon recht op hem geschoten toen hij in de auto zat. En hij komt langslopen en hij schiet er neer. En dat is natuurlijk het moment dat ze zei van ik word gestoken, what the fuck, ik word gestoken. En mijn chef die riep naar mij, Peter is geschoten, je moet nu weg. En ik sprong op de motor zonder na te denken, eigenlijk gewoon keihard deze kant op geknald. Afgelopen maandag was een dag van angst, woede en verdriet. Ja, Wieger zei het al en ik sluit me er helemaal bij aan. Het is echt een hele emotionele, mooie documentaire die jullie hebben gemaakt. Heel mooi vind ik ook dat jullie voor een klein verhaal, een intiem verhaal hebben gekozen. Dus alleen de nabestaanden gesproken, slachtoffer gesproken. En de dader komt eigenlijk helemaal niet aan bod. En ik begreep dat Tijmen, dat jij met het idee kwam om deze documentaire te maken en dat je Jeannot moest overhalen. Waren jullie het dan meteen met zo'n keuze? Zijn jullie het dan meteen daarover eens? Van dit is hoe we het gaan doen en die dader, daar gaan we het gewoon verder niet over hebben. Nou, inderdaad, eerst het onderwerp moesten we het even over eens worden. En inderdaad, ik moest Jeannot even overtuigen. Nou, niet dat ik het geen goed onderwerp vond. Nee, zeker niet. Maar meer omdat het zo'n groot en heftig onderwerp is, dat ik wel dacht van kunnen wij dit? Want het is de eerste documentaire die we hebben gemaakt ook nog eens. En mogen we dat dan doen? Nou, toen we echt hadden afgesproken van we gaan er alles aan doen om hier het beste wat we kunnen van te maken, toen was ik het er zeker mee eens. En daar waren we het snel over eens inderdaad. Dat we er dan ook echt alles op alles gingen zetten om zo'n belangrijk verhaal, zo'n emotioneel beladen verhaal, dan ook goed neer te zetten. Dat is de eerste keer toch dat we de nabestaanden horen. Hoe hebben jullie dat voor elkaar gekregen? Je hebt inderdaad wel interviews en kleine reportages, maar nog nooit echt een documentaire hierover gemaakt. Hoe wij dat voor elkaar... Bijvoorbeeld slachtoffer Paul, die de aanslag heeft overleefd, die heeft voor het eerst een verhaal gedaan, die heeft voor het eerst een verhaal gedaan, inderdaad. Hoe gaat dat in zijn werk? Hoe hebben jullie ze opgezocht? Wat hebben jullie gezegd? Hoe begon dit verhaal? Eigenlijk is dat natuurlijk een beetje het geheim van de meester. Nee, we hebben het heel voorzichtig aangepakt. Het blijft een heftig en intiem onderwerp. Dus we hebben gezorgd dat we eerst zelf heel goed op de hoogte waren van hoe alles zat. Ons heel goed ingelezen. En vervolgens zijn we langzaam stappen gaan zetten richting vertrouwenspersonen van die mensen om te proberen in contact te komen. Al was het puur om ze op de hoogte te brengen dat we dit gingen doen, zodat ze niet onaangenaam verrast zouden worden. Maar zo zijn we uiteindelijk in gesprek gekomen met mensen. Hebben we bakjes koffie gedaan. En zo is het balletje gaan rollen. Is het vertrouwen gelukkig gegroeid. En hebben we uiteindelijk een deel van de mensen kunnen spreken en met anderen op de achtergrond contact houden. Hij vertelt bij jullie voor de eerste keer, ook trouwens voor de laatste keer. Hij heeft PTSS. We hebben het over Paul. Laten we even naar hem luisteren. De tram die was stilgezet door de noodrem. En we konden op dat moment niet eruit. Weer een moment van, dit is het laatste moment dat ik nog leef. Uiteindelijk heeft een jongen die daar nog stond, op een of andere manier de raam eruit weten te trappen. Ja, dat was voor ons eigenlijk de mogelijkheid om uit die tram te komen. Hij heeft PTSS om twee redenen, zou je kunnen zeggen. Natuurlijk omdat hij dat beeld niet van zijn netvlies. Dat staat op zijn netvlies en hij krijgt het daar niet van af. Daar moet hij verder mee. Tegelijkertijd, schuldgevoel. Kun je daar iets over vertellen, Simon? Simon zit daar. Ja. Daar kan ik zeker wat over vertellen, ja. Dat schuldgevoel, hij heeft inderdaad als enige, of als een van de weinigen, heeft hij die tramaanslag overleefd. Hij zat zelf in die tram. Dus hij heeft het zien gebeuren, hij heeft daar dader voorbij zien lopen, het van heel dichtbij meegemaakt. En als je dat dan overleeft als een van de weinigen, dan kan je daar misschien wel wat bij voorstellen. Nou, ook omdat hij zelf is gegaan en de man achter hem, die had ook wel gewild, die tram uit. Uiteindelijk is er een moment inderdaad dat ze voor de opening van de tram staan. Exact. Die uiteindelijk, de deuren gingen uiteindelijk open. En dan kijken eigenlijk twee mannen naar elkaar van wie gaat als eerst. Exact. En
Hij was net op tijd en de andere was net te laat. Nou kunnen wij natuurlijk aan tafel gelijk allemaal zeggen... Je kan hier nooit schuldig aan zijn. Hij is het slachtoffer. Nee, zeker. Er is een dader, die is schuldig. Ja. Die zit ook vast natuurlijk. Nee, zeker. Maar dat gevoel... Maar dat gevoel, daar zit hij natuurlijk heel erg mee. En dat hebben jullie ook heel mooi in beeld gevangen en in woord gevangen. Hoe is het überhaupt geweest om... om die ruimtes binnen te gaan. En dan bedoel ik niet ruimtes fysiek, maar ook emotionele ruimte. Die nabestaanden, om ze te spreken waar ze niet meer over spreken willen. We hoorden ook die vader, gaan we straks nog een fragment van horen, van Roos. Hij wil daar niet over praten. En ja, jullie moeten dat meest intieme met hem gaan bespreken. Hoe is dat? Nou, het is in ieder geval aftasten. Daarom hebben we ook vaak de bal echt bij hen gelegd. Ja. En als zij dan met ons in gesprek wilde, dan was er schijnbaar iets waarom ze er toch over wilde praten. En verder wordt het ook steeds heftiger voor jezelf. Want die verhalen, wij komen uit Den Haag, die zijn natuurlijk heftig om te lezen. Maar toch heb je een bepaalde afstand ervan. Maar als je dan die mensen gaat spreken en zo'n band opbouwt en zo'n vertrouwensband opbouwt en je hoort die verhalen dan, ja, dan komen ze natuurlijk nog veel meer binnen. Ja. Ja. Ik heb hem gezien al een tijdje geleden, want ik ken Jeannot van de lokale omroep Den Haag. Van Spuigasten. En wat zo indrukwekkend is aan die film, is het verhaal van die mensen, maar ook de manier waarop het vorm is gegeven, waarop het verteld is. Ja. Dat is een soort van harmonie met het verhaal wat verteld werd. Er zit een bepaalde rust en poëzie in. Niet nadrukkelijk, maar die zorgt er ook voor dat die mensen helemaal tot hun recht komen. Dat het ook geen tribunaal is. Dat het echt de mens volledig tot zijn recht komt. Ook in de beeldtaal van die documentaire. Dus echt iedereen moet er echt naar kijken. Dat onderschrijf ik volledig en jij ook, Fidan. Ik zei het, hè, die man, de vader van Roos. Dat is misschien wel het meest hartverscheurende fragment. Gaan we naar luisteren. Want die gekmakende onzekerheid, daar vertelt hij over. Leeft ze nog in het ziekenhuis? Komt na de aanslag familie bijeen in een zogeheten verwantenopvang? Zo ook dus de vader van Roos. Er komt op een gegeven moment ook verpleging richting ons lopen. Een man met de politieagent. Nu is 1 en 1, 2. Hè? En als dat dan naar je toe komt lopen, dan weet je wat de mis is eigenlijk. Dus we werden meegenomen naar een andere locatie. Een klein kamertje. En toen was het van... heeft ze een kettingje? Ja, ze hebben een kettingje met een kruisje. Ja. Als ze ook nog armbanden, een armband. En zat een tatoeage op de arm van een plant, van een roos. Ja, nou, dan moeten we medezeggen dat die dochter is overleden. Op dat moment. Op dat moment ga je echt helemaal door de grond, echt helemaal. Ja. Jullie hebben de camera gericht op iets dat onvoorstelbaar is. Het verdriet van deze man, iedere dag opnieuw, dat is onvoorstelbaar. Hoe is jullie contact nu met hem? Goed, we hebben met alle mensen die in de docu zitten, hebben gewoon nog steeds goed contact. Dus laatst spraken we ook even hierover. En we houden ze natuurlijk ook op de hoogte van bijvoorbeeld zo'n uitzending die maandag eraan komt. Ja. Hebben jullie de viewing samen gedaan, toch? Ze hebben de eerste keer samen gekeken. We hebben inderdaad die documentaire, voordat wij er een punt achter hebben gezet, met de betrokkenen bekeken, de mensen die in de documentaire zitten. Want wij hebben hun altijd verteld, wij maken dit verhaal, maar het is jullie verhaal. En wij wilden dus ook dat zij sowieso allemaal tevreden zouden zijn met het resultaat, voordat wij die punt erachter gingen zetten. En dat waren ze gelukkig. We hebben het aan ze vertoond, allemaal individueel. Zodat ze ook daar zelf fijn naar konden kijken. En niemand heeft daar iets van bezwaar op gemaakt. Waren jullie zenuwachtig? Nou, dat is toch wel een moment waar we volgens mij wel een beetje spanning voor hadden. Al denk je wel ook zelf, we hebben er wel echt rekening mee gehouden om dat zo goed mogelijk proberen te doen. Maar je hoopt dan ook dat dat lukt. Ja, 100% zenuwachtig. Maar wat hij zegt, inderdaad een bepaalde zelfverzekerheid van... we hebben wel echt alles aan gedaan om het mooi te maken. Ja. En die mensen zijn echt ongelooflijk moedig dat je dat zo durft te vertellen. Zo. Want het zal voor hun ook een deel zijn van het verwerkingsproces, neem ik aan. Hè? Want vaak als je iets vormgeeft aan iets, dan
kan je ook weer, hoe moeilijk dat ook is, verder. Hebben jullie ook een hele mooie bijdrage aangeleverd? Zeker. En je zegt, we hebben daar een punt achter gezet. Dat is het schrijnende natuurlijk. Voor deze mensen is er geen punt. Het is oneindig verdriet. Maar door jullie heel waardig vormgegeven. Dank daarvoor. Komende maandag, hoe laat precies, zeg het nog één keer. Want mensen mogen dit niet missen. 10:30 op NPO 2. Dank je wel. Allemaal kijken. Robert Baltus is hier voor